Er zijn maar weinig historische stadscentra die zo gaaf bewaard gebleven zijn als het centrum van Amersfoort. Straten en grachten hebben nog dezelfde loop als in de middeleeuwen. Er is bijna niets veranderd. Waar is gerestaureerd, is dat heel zorgvuldig in oude stijl gebeurd. Zodra we de parkeergarage uitkomen, waar we onze oude trouwe Toyota Verso hebben gestald, komen we dit grappige beeld van de ouderwetse Solex-bereider tegen. Even voel ik mij weer 16, op vrijersvoeten op de Solex, op weg van Ridderkerk naar Oosterbeek. Amersfoort is een stad met verschillende poorten. Hier één in een moderne versie. Het Sint-Pieters- en Blokland-gasthuis bood vroeger gratis onderdak aan arme bejaarden en zieken. Weldoeners van weleer staan opgesomd op een plaquette in de hal van het gebouw. Achter de kapel is de zogenaamde mannenzaal nog in originele staat. Een ziekenzaal met bedsteden langs de muur, waarin de arme sloebers 2 aan 2 lagen. Helaas is deze zaal nu niet open voor bezoek. Stadsmuseum Vlehieten is gevestigd in 3 middeleeuwse muurhuizen. Vlak voor 1900 werden de huizen gerestaureerd en de gevels vernield. De collectie van het museum geeft een beeld van de geschiedenis van Amersfoort. Brouwerij De Drie Ringen, in 1626 begonnen, brouwt hier sinds 1989 weer echt Amersfoorts bier volgens een traditioneel recept. De koppelpoort was onderdeel van de tweede stadsmuur. De poort werd rond 1425 gebouwd. Hij bestaat eigenlijk uit 2 poorten: een waterpoort en een landpoort. De waterpoort bezit nog het originele takelmechaniek dat het schot bedient waarmee de opening boven het water wordt afgesloten. In 1885 werd de toren gerestaureerd door Pierre Cuypers. Van hem zijn onder andere de kantelen tussen de beide poorten. Deze restauratie was het begin van de monumentenzorg in Amersfoort. De kleine houten uitbouw aan de buitenzijde van de waterpoort is een zogenaamde mezenkouw. Van hieruit werd de vijand met pek bestookt. Boven de landpoort treffen we het wapen van de stad aan. In het wapenschild het rode Sint-Joriskruis naar de beschermheilige van Amersfoort. Op de Grote Spui staat de enige Nederlandse bijaardschool, gevestigd in 2 middeleeuwse panden.
Het zand is het enige deel van de middeleeuwse stadsgracht dat is gedempt. De Sint-Agatenkapel uit 1410 was een zogenaamde dubbelkerk met een halve tussenverdieping. Beneden konden de leken de mis bijwonen, boven de kloosterzusters. De tussenverdieping is later doorgetrokken. De kapel is niet meer in gebruik als kerk. De Sint-Franciscus Xaverius, ooit een Roomse schuilkerk, werd in 1816, toen de katholieken meer vrijheid kregen, als kerk herbouwd in neoclassicistische stijl. Op nummer 13 staat de oud-katholieke kerk Sint-Jorens op het Zand uit 1927. De oud-katholieke kerk ontstond in 1723 na een heftig conflict met Rome over de status van het bisdom Utrecht. Dit getegelde patroon is te ontdekken in de Bloemendaalse straat. Het plantsoen op de voormalige stadswal is één van de vele historische schatten van Amersfoort. Het is een uniek rijksmonument, omdat het bijna geheel rond de binnenstad nog intact is. De wandelroute voor burgers werd tussen 1829 en 1843 aangelegd in de Engelse landschapstijl, na de sloop van de tweede stadsmuur. Onder andere Zogger tekende voor het ontwerp. Kenmerkend voor de landschapstijl zijn de glooiende aanleg met slingerende paden, verrassende doorkijkjes en de veel bloeiende bomen en planten. De Koningsbrug over de Beek is een van de eerste betonnen bruggen in Nederland. Zij dateert uit 1915 en in die tijd was beton nog nieuw bouwmateriaal. Bouwers en ontwerpers waren meer vertrouwd met natuursteen. Vandaar dat de vorm lijkt op die van een natuurstenenbrug. Men deelt hier mild door de gunst van God. Vol zegen is en blijft de pot. Dit 16e eeuwse rijmpje slaat op het hofje de armen de pot. Rijke Amersfoorters storten geld in de pot voor de bewoners. In de 15e eeuw door de broeders van de Heilige Geest gebruikt als pesthuis, later als armenhuis. Nu wonen er bejaarden. De kapel is gewijd aan Sint Rochus, beschermheilige van de pestlijders. Deze lange gevelrij arbeidershuisjes is te vinden in de Koningsstraat. Het 17e eeuwse logiesgebouw De Tabaksplant in de Koningsstraat heeft een overkapte hijsbalk en rood bakstenen afwerking boven ramen en deuren, de zogenaamde hanenkammen. De Kamperbinnenpoort is de oudste stadspoort van Amersfoort en was een deel van de eerste stadsmuur. Het lijkt erop dat bij de Kamperbinnenpoort iedereen mag gaan hemelen, behalve fietsers.